Hallo en welkom weer bij Coffee Heels & Cups. Goeiedag. We zijn hier weer bij Heels & Generals, met Heels & Generals. Op verzoek van... Sonny van der Rooij. Sonny van der Rooij. We zijn zoals je ziet al dik aan het verliezen. Deze map is echt, als je Rus bent tegen Duitsers, is het bijna insta-verlies. Het is bijna altijd al ja, Rus tegen Duitsers. Altijd, ja. En deze kant ook, die wij nu hebben, dat is echt... you are... Ja. Hoe zeg je dat? Hey, ik weet het niet, Steel. Probeer maar uit je woord te komen. Ja, je hebt eigenlijk sowieso te... Ik heb beschoten. Oh, er komt een jeep op jou af. Oh, fijn. Oh, ik miste. Waar komt hij dan? Links, rechts, voor, achter. Oh, daar zit hij hier. Die, bitches. Oh, shit. Uitstap. Ah, te laat. Ja, volgens mij was hij dood. Ja, die jeep dus en een tank zat om mij te schieten. Dus ja, dat was geen... Oh, ik word trouwens ook beschoten ergens vandaan. Ja, dat is die tank. Oh, nou laat ik me gauw weggaan voordat ik dood ben. Maar als je ziet... oh, je bent dood, ja. Wacht even voor mij. Okay. Maar zoals je kan zien hebben wij dus nu tanks. We hebben alle twee de BT-7. Yes. Er zit nu iemand bij me in. Ik vind het gezellig blijkbaar. Wee. Ja, nou, zijn wel vette tanks eigenlijk. Ze zijn wel vette tanks, ja, maar toch zijn op een of andere manier altijd de Duitsers beter. Ik weet niet of het spel de Duitsers is gemaakt misschien. het is wel echt dat de Duitsers bijna overal beter in zijn, in ons opzicht dan. Ja. Hun wapens zijn bijna altijd beter. Iedereen pakt de juiste wapens. Oh, ik zie daar weer knakkers. Drie van alle kanten beschoten. Laten we weer even inkomen, joh. Wat is het de laatste keer dat ik dit gespeeld heb? Vorige week of zo? Zoiets. Gozer, die gewoon, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, ik zit hier nu met een schep in een... Kan je hier graven? Nee. Je zit met een schep... Oh. Je zit een schep in zo'n heuveltje. Oh, die... Ah, genaad! Ah! Ja. Ja, dat was het dus. Nou. Okay. The Adventures of Ladekamp. Oh, ik heb een schep in een gat en... Oh, een granaat, ik ben dood. Nou. Zoiets ging het, ja. Ik vloog ook nog op 120 meter. Oh, stap uit. En... Oké. Ben je op tijd? Ja. Oh, maar ik ben meestal altijd te laat, dus ik dat probeer. Ik heb een motor. Oh, nee. Ik kan geen motor rijden. Wacht op mij. Oh, shit. Er zit een Duitser op een fiets naast jou. Echt naast jou. En... Oh. Wat is er? Oh, ik hoor wat, ja. Die. Oh. I tried. Wat is dat van... I tried. Wat is dat van ding? Nou, we hebben nog maar 5 tanks. Oh, nou, dat gaat lekker. Nou, laten we maar spawnen en dan zorgen dat we niet meer door. Volgens mij ligt het gewoon echt aan ons. Aan ons twee, dat onze tanks gewoon te snel opgaan. Nou, op zich valt het wel mee. Dit is mijn derde tank. Oh, maar ja, we staan wel 6, dus... Ah, jongen. Yeah. Ze moeten niet zo zeuren. Ik ga wel hier de berg op even tactisch spelen. In plaats van erop ingaan en... YOLO en shit. YOLO en shit. Oh nee, bestond toen nog niet in deze tijd, hè? YOLO niet? Nee. Misschien had iemand toen wel gezegd... Oh, ik word beschoten. Deed jij dat? Nee. Ik zit een berg te beklimmen. Ik ben goed, maar ik kan niet een berg beklimmen en tegelijkertijd jou neerknallen. Ah, ik kreeg geen damage, dus ik weet niet wie dat was. Oh. Nou, dat was ik het. Dat was ik. Ja. Oh, ik zie daar een tankje staan. Die tank val ik aan. Wacht. Weet je, dit is eigenlijk best wel een saaie positie. Je staat ergens bovenin, je zit een beetje te sniperen. Kan mij wat schelen. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Ik wil de kills, ik wil de punten. Oh shit. Oh ja. Die knakker weet wel hoe die weg moet komen. Oh, ik heb hem bijna. En ik heb hem bijna. En ik heb hem. You son of a kill stealing. Oh. Nee, dit is kill secure, weet je nog? Secure. Oh, daar lopen we allemaal mee. Waar lopen mensen? Oh, daar liggen allemaal mensen daar. Waar liggen mensen? Ja. Waar is daar? Wat is dat? Die zijn al dood. Oh, die zijn al dood. waarom liggen er allemaal dode mensen? Of is het, kom je uit die tank die dood is? Ik denk niet dat je vaker dode mensen ziet staan. Bij de handje ook. Oh, kijk, daar is een tank. Dat is 1. Dat is 2. Ik heb ook eentje. Heb je hem, die tank, hier zo? Nee, nog niet. Oh, hij is wel destroyed. Ja, niemand zit er nog in. Oh, schiet jij niet? Wow, ik heb hem.
Oh, die ik kon hem niet zien. Oh, draai je daar een tank? Ik weet niet of ik kan zien. Oh, pas op, pas op. Er zit iemand hier dichtbij. Er zit die... Oh, er zit die zotte kill. Uitstappen, uitstappen, uitstappen. Ah, dat... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nee, daar. Nee. Oh, wauw, daar was het. Geweldig. Ik vind het jammer dat het hier zo ongebalanceerd is ook. Het is echt, we spelen eigenlijk bijna nooit als Russen tegen Amerikanen. Dat is vaag, hè? Ja, eerst ja. Altijd. Trouwens, ja, in het begin ook, toen de vorige filmpje, was gewoon de, zaten we blijkbaar nog in de newbie service. Ah. Oh, hij ging helemaal top, maar helemaal, helemaal vet. Maar ja, wisten wij veel. Wij dachten van, wow, wij zijn supergoed. Oh, supergoed. Toen kwamen we in één keer hier. Echt, dus jij dacht dat je goed was? Ho, 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 jongen. Ik heb hier een verrassing van jou. Laat ik jullie eens even zien wat goed is. Sorry, jongen. We hebben mijn kaart op onze vingers getikt, hé. Zullen we nog een eentje met tanks doen anders? Nee, het was een heel lang, kort potje. Ja, maar dan doen we nu de Germanen en dan doen we daarna. Germanen, Stefan. We zijn in de Tweede Wereldoorlog. We zitten niet 2000 BC. Het zijn de Duitsers. Oh! Germanen, jongen. Sorry. Ja, ik zeg altijd Germanen. Ik hou nog van het oude. Ik zeg ook dat Holland in plaats van Nederland. Nee, dat is niet waar. Oh, fijn. We hebben een map gevonden. Moeten we nog weer 100 seconden wachten? Ah, joh. Die 100 seconden. Ja. Jongen. Hey. Ik hoop dat we winnen. Oké. Duitsers. We beginnen met de fiets. De traditionele civilian bike. Later kunnen we hem opvoeren met motor en zo. Ja, en extra zeilwieltjes. Ja, dan wordt hij echt vet. Oh nee, zeilwieltjes zijn echt nodig. Ik val zo vaak om tegenwoordig. Echt. Ja. Toeter. Nou, dus de eerste keer dat we eigenlijk als Duitsers spelen, of niet? Jawohl! Jawohl! Sollen wir mit einem deutschen Akzent und so viel möglich... Ah, Ik pak een nieuwe. Oh. Jij gaat eraf. Hey. Sucker. Okay. Onze tactiek is altijd naar B. Nein, Steven. Sie müssen mit einem deutschen Akzent praten. Praten. Sprachen. Sprachen. Nee. Sprechen. Oh. Hey! Hey. Hoort er ook bij. Jongen. Kan je ook als Duitser, hè? Dat is echt een... Speciale manier naar beneden. Ik zag, daar een Rus aan de overkant. Ik heb een Rus aan... Ik heb een schep. Dat is geen schep, dat is een freaking granaat, gek. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night. Zeg, volgens mij is er een... Oh! Zo. Ik zie jou in één keer doodgaan. Ik wil net granaat pakken. 1919, luchtballon. Ik begon te vliegen inderdaad. Hé, hey, dus wanneer zitten we hier al vliegtuigen in? Zitten hier vliegtuigen? Ja. Oh, zo. Ik bijna aangereden door... Trink, trink. Ik bijna aangereden door dat ding voor je en vervolgens ook nog door jou. Hallo meneer, trink. Zo, was... Wie geeft met hier? Ja, ik kan dus totaal niet echt Duits. Totaal niet echt? Ja, ik kan een beetje. Nou, probeer het eens. Daar woedt een zee. Wat? De houten zee? Wat gebeurt er, Robin? Waar word je neergeschoten? Ja, verdomme. Dit slaat helemaal nergens op, Stefan. Ja, nou ja, het ging altijd beter. Jongen. Oké, laten we het even rustig. Ja, het is nou dat wij met disaster! Ja, maar het is al dat... Wij moeten om toe beginnen. Kom zo gozer met een freaking motor de bocht om vliegen. Kijk, daar ligt zijn motor. Huh? Daar door de bocht of zo? Ja, en dan gaat hij op mij schieten van... Yo, shit, my bitch, is dat... Oh, stop! I believe I can fly. Oh, ik zag hem al aankomen. Holy shit, die kill is pro, man. Geef ons een kans of zo. Het is echt dat wij nu als noobs beginnen met noobwapens en iedereen begint al met half pro. Dat is echt... Half pro.
Half droom. Niet helemaal. Wat heeft die knakken met die motor telkens? This is going disastrously. Ga de kam met je freaking fiets. Ik kan tenminste stunten met mijn fiets. Oh ja, dat zien we dan. Kom hier. Ja, dacht ik niet. Kom hier, tring. Let op mijn kop, hoor. Oh, hey, vals spelen. Wow, ik deed een wheelie op de voorkant. Oh, daar heeft een andere benaming voor, maar dat weet ik even niet. Tring. Zit er iemand? Waar? Ja. Oh, wat doet iemand daar dan? Waarom kan ik hem niet raken? Wat is deze shit? Oh, ik heb hem. Wat de hel? Ja, zo doe je dat, Stefan. Met mijn geweer. Vind ik Oh! Ja! Ja! Ik keek net op. Oh. Ik ben zo goed, hè? Zo, nou, mensen moesten het weten. Daarom documenteren we dit ook. Jongen, je maakt maar echt de duurste en mooiste woorden. Ja, zeker. Dit is een goed Nederlands. Oh ja. Documenteren, teerder. Documentering. Okay. Wat? Hier scoor je punten mee. Je ziet er echt uit. Kutkop. Je ziet er echt uit als een Duitser gewoon. Ah. Is er wat mis mee? Wou je wat zeggen? Ja, Hendrik! Hendrik! Hans und Scheiße! Ich wurde beschoren von allen Kanten und das ist nicht so gut! Hören Sie die Granaten auch alle Nee! Granaten naar binnen, ja. Hier zit ergens een. Een klojo? Een Sovjet-Union! Hier ergens om de hoek ligt het Sovjet. Ligt heel Mother Russia. Nee, dat is niet. Het gaat niet geweldig. Hey, ik sta wel boven jou. Nou, dat gaat toch nog best wel geweldig. Ja. Dan zeg ik misschien. Niet zo slecht. Nee, son of a bitch! Jawel. Leave me alone. Waarom kan dit ding niet raak schieten? Wat kan niet raak schieten? Het wapen. Nou, kijk, er zijn verschillende factoren. Als we kijken naar de theoretische... Wind! Als we hebben theoretisch en praktisch... het theoretische gebeuren is zeg maar dat... Ja, stop maar. Dat mensen het gewoon niet waarderen als je gelijk hebt. Ja, ik waardeer wel dat je gelijk hebt, maar je hoeft het echt niet meer uit te leggen. Oh, oké. Okay, hey Robin, kijk eens hoe je aangaat rijden. Oh, yeah. Wat? ik raak die ook gewoon. Kijk die achter. Ik zie hem. Zal helemaal niks. Een schaap is het ook. Zegt degene met een schaap avatar op zo'n Skype. Wie? Ja, jij. Wie doet dat dan? Hé, hey, daar staat hem, Rus. Daar stond... Wat? Nee, gewoon vanuit het niets, hè. Gewoon daarvan ergens uit het bos van Hocus Pocus Pas. Hallo, daar ben ik doom dood. Hocus Pocus Pas? Ja. Zo deed hij dat. Ja, hoor, rij maar verder. Ik fluit wel aan iemand anders. Oh, kijk eens. Deze knakker is zo aardig, hè. Deze Duitsers zijn wel aardig. Af en toe. Ook zo. In de Tweede Wereldoorlog hadden ze een... Volgens mij schoot iemand mijn granaat die ik gooide en vervolgens ontploften we allebei. Iemand schoot op jouw granaat die jij. Ja, ik wou net een granaat gooien, zeg maar. Dus hij gleed zeg maar uit mijn hand. Hij gleed uit je hand. Op het moment dat hij op de grond kwam, boem, meteen. Weet je, normaal gooi je hem op de grond en dan loop je weg, weet je wel. Nou, zo doe ik het in ieder geval. Oh, normaal gaat het altijd goed, maar... Ik sta er meestal wel bij gewoon van, hey, wat dan... Oh, je blijft erbij staan? Ja, het is vuurwerk. Ja, kan je ook doen, maar meestal heb je dan... Pas op, straks knalt hij misschien nog wel! Ah, shit! Laat me eens een keer leven, jongens. Oh, ik had net mijn wheelie afgemaakt. Is hebben we gewonnen. Die vliegtuigen? Ja, maar we hebben gewonnen. Ja, zo doen we dat. Ja. Duitsers zijn de beste. Schade, Duitsland. Dan alles is voorbij. Opeens is jij al erbij.
Huh, hoe kan dat nou? Ja. Hoe dan? Hoe dan? Waar komt die vandaan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?